En ik heb nog steeds geen flauw idee wat het is. Ik heb echt geen idee. Dit is gewoon een superleuke verrassing. Hallo dames en heren. Tof dat jullie allemaal kijken naar een gloednieuwe vlog. Het is redelijk vroeg. Mijn naam is Enzo Knol. En hier is Bumper. Die gaat ons heel erg missen. Hè? Hallo Bumper. Kijk nou dan. Awww. Hij is helemaal aan het staren naar D, die daar al bij de auto staat. Ik zal hem voor je open doen. Niet zo boos kijken. Het is echt super vervelend. En dan praat ik even voor D. Dat als je bij de auto staat en iemand heeft de auto nog niet open gedaan, dan staat dat te kou kleunen. Ja, en dan heb je ook nog zo'n treuzelkont als Enzo. En die komt dan heel lang niet. Oeps. Wij gaan vandaag, vanochtend, nu naar Amsterdam. Ja. Want wij hebben een soort van acteerles. Ja. Ja, en we zijn er nog niet helemaal klaar voor. Nee. Nee, dus hopelijk in deze autorit worden we wat actiever. Ja. File. Iets waar iedereen een hekel aan heeft. Dat weet ik 100% zeker. Hier worden we niet vrolijk van. En ook niet actief. Waar wacht je op? Waar wacht je op? Woe! Wow! Yeah. Dat was altijd mijn lievelingskauwgom, omdat je daar zulke enorme bellen van kon maken. Nadeel is wel dat ze echt na 3 minuten hun smaak al kwijt zijn. Ja, en het nadeel is dat als je zo'n grote bal maakt en iemand prikt het kapot of hij valt zelf kapot, helemaal over je gezicht. Weet je wat een tip is? En dan moet je alles eruit plukken. Zo. Want heel vaak komt hij niet zo groot, gaat hij alleen op je lippen. Ja. Moet je je lippen eerst nat maken en dan pas doen, want dan kan je het veel makkelijker afhalen. Oh, dat is goed. Maar als het op je neus komt, dat heb ik wel eens gehad. Ja, dat is heel sexy. Dat is gewoon lastig. In ieder geval, je gaat om 8 uur 's ochtends, ietsjes eerder zelfs nog, bij D thuis weg. Je doet er normaal gesproken 40 minuten over om in Amsterdam te zijn. En we zijn nu bijna 2 uur verder door die kutvuren. Echt niet normaal gewoon. Is het ook nog eens super lastig om hier een parkeerplek te vinden. En als je dan een parkeerplek hebt gevonden, dan moet je daar natuurlijk super veel voor betalen. Maar ja, het is niet anders. Hey, Deetje. Moet jij naar dit wc'tje? Nou. Kijk eens wie we daar hebben. Jeroen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed man. Super. Kijk eens aan. Nou, nu zijn we hier op de locatie. We gaan even naar binnen. Maar we gaan naar binnen en het is heel erg koud. Zeker. We zitten hier in een lokaaltje en ik zit met een paar hele toffe mensen. We hebben het heel erg gezellig gehad en ook een goed gesprek. Ik heb eerder in de vlog aangegeven dat ik hier een soort van acteerles zou krijgen samen met D. Alleen nu is dat meer veranderd in gewoon een kennismaking en een heel erg goed gesprek over hoe we verdere stappen gaan ondernemen als het ware. En ik zal heel even wat mensen gaan voorstellen. Als je een rol hebt, als wij hebben een rol in een film, dan komt er natuurlijk een paar dingen bij kijken. Of niet een paar dingen, eigenlijk heel erg veel, maar natuurlijk een paar mensen. En die zit hier. Dus als eerste zal ik even voorstellen en dan doen jullie maar zo'n applausje, weet je wel. Dan zeg ik, geef een groot applaus en dat doen wij dan niet, maar dat doen jullie. Voor de regisseur, die zit daar. En dan heb je de producent Jeroen, die hebben jullie net al even gezien. En heb je hier nog een producent, dat is Frank. En dan heb je hier de schrijver. En dat zijn gewoon een paar mensen die dus werken aan de film. En nogmaals, we hebben het heel erg gezellig gehad. En ik denk dat het heel erg belangrijk is. Omdat, ja, dat geeft toch gewoon een goede sfeer is altijd wel fijn. Dat geeft een goed gevoel. Ja. En er gaan echt ongelooflijk veel momenten komen dat we nog heel erg hard gaan lachen. Maar ook heel erg veel momenten, denk ik, dat we echt keihard moeten werken om er wat moois van te maken. En het is voor mij een hele nieuwe uitdaging. Want, ja, ik ben een vlogger. We doen dit elke dag en de film is iets heel anders. Dus we vinden het heel erg spannend, maar ik denk dat jullie het ook allemaal heel erg spannend vinden. Zeker. Ze knikken allemaal ja. Er komt zeker nog wel een moment dat wij een keer een soort van acteerlessen hebben en dat wij dan bijvoorbeeld jij Jacqueline speelt en ik Henk. Henk Spermatank. En jij Jacqueline. Met de team. De 10 tieten. De 10 tieten. Turkije. Ja, dat was een standbeeld. Die had 10 tieten. Ja, die speel jij dan? Die speel ik. Ja, daar heb ik echt wel zin in. Wat een leuke Komt helemaal goed. Nee, dat zie ik.
zie je. Ze zien het niet. Ze hebben het niet door. Nee, ik denk dat de mensen die hier nog komen er niet zo blij mee zullen zijn. Maar het is vast niet erg als ik... Sint Maarten is het nog. Oh, van Sint Maarten? Dat denk ik. Ja. Oh, serieus? Oh, de overblijfselen. Nou, we nemen wat mee. Ben onderweg? Voor in de file. Inderdaad. Ja, stomme file altijd. Anyways, have a nice day. Hoi, hoi. Oké, bye bye. We lopen weer terug naar de locatie, want Enzo is zijn sleutels vergeten. Tenminste, dat heb ik D wijs gemaakt. Het is helemaal niet waar. Ik pak jou! Nee, zei ik pak jou. En toen zei die postbode, je mag mij ook wel pakken hoor, lekker ding. Oh my god. Maar asociaal. Ja, asociaal. Ja, dat vind ik asociaal. Ja, dat zeg je eigenlijk niet. Nee. Moet je niet zeggen. Nee, meneer. Het is echt super chill als taxi zijnde dat je gewoon mag rijden hier zo. Waar de tram altijd rijdt. Het is echt heel erg fijn. Want ik snap al dat als je klanten hebt, dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk ergens zijn. Want je wil weer een nieuwe klant. Dus het kost allemaal tijd. En tijd kost natuurlijk weer geld. Dus het is wel echt super relaxed dat ze dat kunnen. Hadden wij dat maar, zo'n bepaald pasje. Dat we even zo. Net zoals als je in de file staat, dan soms heb je zo de neiging om de vluchtstrook te pakken. Zodat je lekker langs iedereen. Maar dat mag echt niet. Nee, dat moet je echt nooit doen. Dat is echt fucking strafbaar. Voor de vluchtstrook krijg je echt zo'n ongelooflijk hoge boete. En ik denk trouwens voor hier ook. Dan word je ook gewoon kaart aangepakt. En terecht ook hoor, want het is gewoon dwarsbomen. Het is niet voor niks. Nee. So I put it down and now I'm so understanding. Boy, I got you on my mind. Ik hoop niet dat het voor iemand de bedoeling was om met een soort van BMX fiets over dit stukje hout te gaan. En dan zo over die prullenbak en dan over die auto dan daar weer terechtkomen. Dat zou al heel erg bizar zijn geweest. Ik heb een heerlijke verrassing voor D. Of nou ja, verrassing. D die zei, ah mag alsjeblieft terug spitsen alsjeblieft. Ja. Zei ja, weet je wat. Vooruit dan maar. Hoppakee. Ja, het is echt heerlijk. Ik zat al de hele tijd achter om te kijken of je al kwam, want ik had zo'n trek. Mag ik eerst even iets tegen je zeggen? Ja. Je loopt al de hele dag voor lul met je gulp open. Oh nee, zeg je niet pas. Anyways, ik ben hier Turks pizza aan het eten en kijk bumper nou. Elke keer als ik een stukje saus laat vallen, dan likt hij het op. Moet je opletten. Doe maar. Dus je ziet hier allemaal van die speekselvlekken van Bumper. Lekker hè, Bump? Ja, lekker hè. Maar dit wel. Oh, wow, al dat saus schoot omhoog. Door zijn tong. Oh, lekker. Dit is echt lekker. Zo tussen je vingers. Hij vindt het ook niet erg volgens mij. Nee, het voelt echt heel erg lekker. Ik zou wel zo heel even je handen wassen. Waarom? Dat is helemaal niet nodig. Dit blijft gewoon super leuk. Bumper die vindt een laserlampje echt geweldig. Hij gaat er dan op springen als hij dat lampje ziet. Zie je? Dat is zo schattig. Dat is echt super lief. Pak hem. Pak hem maar. Dan moet hij tussen je benen door, dat vindt hij eng. Goed zo. Klaar, op. Hij is leeg, op. Zeg je altijd, slaap nergens op, maar dat begrijp ik die dan wel. Wat wij even willen vertellen aan jullie, is dat er weer allemaal pakketjes zijn opengemaakt. Superveel die ik nog had van het fanmail wat jullie ooit hebben opgestuurd. En er is weer super veel leuk. Je schoot gewoon op mijn neus. Dit is een pen met een boxhandschoen. Oh mijn god. Dat doe je zo. En dan boxte je. Dat is geniaal. Allemaal toffe dingen hier op tafel. En kijk naar wat ik tegenkom. Super grappig dat ik het ook heb meegenomen van het hotel uit Turkije. Oh, een fuck you standbeeld. Deze is echt geniaal. Holy shit, die ga ik op mijn bureau zetten in de knolhol. Hier verderop staan hele toffe fanarts. Check nou dames en heren, deze pet. Oh yeah. Hij is een beetje te groot. Maar het idee is echt super leuk. Ik vind hem echt onwijs kicken. Hoppakee, achtervoor. En nu lijkt het net een pan. Maar het is echt heel erg tof. En met het oude logo, kicken gedaan. Dit is denk ik jouw maat, D. Kijk, pas jij precies. Oh, hij blijft hangen aan mijn sjaal. Echt? Oh, wauw. Dit is de Enzo Knol wekker. Boom! Er staat hier aan de zijkant
De explosieve alarmklok zal beginnen met een piepend geluid aftellen. Gevolgd door een geluid van explosie. En je hebt achtergrondverlichting. Hey. Wauw. Super awesome. Dit ga ik echt een keer als wekker gebruiken. Dat lijkt me echt geniaal. Als ik een keer heel erg laat naar bed ga en ik moet weer heel erg vroeg op, dan kan ik deze wel goed gebruiken. Heel erg bedankt allemaal voor het fanmail. Het is echt super tof om te zien hoeveel vette spullen jullie mij ooit hebben toegestuurd. Ik heb hier ook nog een heel erg cool pistooltje. Die schiet zo'n elastiekje af. Let op. Oh. Ja, dat is weer niet een goed voorbeeld dit. Maar je kan hier elastiekjes mee afschieten. Dat is best geinig. Hier heb ik toen ik klein was ook zoveel mee gezeten. Hier heb ik zo hard aan gewerkt altijd. En kunstwerken dat we hadden. Echt super... Grote poppetjes hadden wij hiervan gemaakt. Echt super tof. Dankjewel dat je even meeliep, Bump. Dat is heel lief van je. Ja, als een echte huisbaas heeft hij me even naar buiten meegelopen. En nu zet hij zijn zielig gezicht weer op. Ga niet weg! Nee, niet zo met je hoofd tussen het hek. Dan ben je echt te zielig, Bumper. Dat kan ik niet aan nu op dit moment. Oh nee, niet doen, niet doen. Niet verder. Oké, goed zo. Nou, kusje, Bump. Kusje. Goed zo, tot vanmiddag of vanavond. Ik bedenk me nu opeens, ik zei wel dat ik het echt super vet vond om deze te krijgen. Alleen misschien is het wel zo van, nee fuck you Enzo, je bent stom, daarom geef ik je deze, fuck you. Ik weet het nou niet, ik ben door de war. In ieder geval, ik vind hem echt onwijs gaaf. Briefje gevonden in mijn brievenbus. En dat betekent dat ik een pakketje kan ophalen, tenminste dat staat hier. Alleen ik heb helemaal niets besteld. Of juist wel. Soms vergeet ik dat. Ik ben benieuwd. In deze tijden van herfst en winter en misschien wel sneeuw en in ieder geval kou, heb je gewoon echt hele fijne, vrolijke, leuke muziek nodig. Tenminste, dat vind ik. Elke keer als ik in de auto zit en of ik nou de radio luister of mijn eigen muziek. Het voordeel met mijn eigen muziek is dat er altijd wat op staat wat ik leuk vind, want anders heb ik het er ook niet opgezet. Maar soms heb je van die momenten en dan draait een radiozender gewoon de hele tijd goede muziek. En dan denk je zo van, yes, dit vrolijk me echt even op. Dit nummertje. Alright, alright, alright. Zoals deze. Nu heb ik het pakketje opgehaald en ik heb nog steeds geen flauw idee wat het is. Ik heb echt geen idee. Dit is gewoon een superleuke verrassing. En ik sta echt zwaar verschut als ik het gewoon zelf heb besteld. Dat zou echt heel erg stom zijn. Ik kan niet wachten. Ik ga het nu openmaken. Yo! Het is een pakketje in verpakking. Deze keer voor het echie. Ik ben hier niet zo'n held in blijkbaar. Als ik zeg deze keer voor het echie, dan moet ik denken aan Verstoptje, wat we altijd speelden toen we klein waren. En toen deden er altijd een paar mensen mee voor spek en bonen. Want die waren dan of te klein om mee te doen en die verloren dan altijd. Dus deden ze mee voor spek en bonen. Kennen jullie vast wel. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat? Huh? Hoezo heb ik deze gekregen? Hij is wel vet hoor. Daar niets van. Het is groen. Groen, groen, Lingo. Nee, hij is niet van Lingo trouwens. Hij is van Top Notch. Dat had ik echt nooit zien aankomen. Super kicken man. Nou, shout-out naar Top Notch. Jullie hebben wel eens gemerkt dat ik muziek heb gebruikt van Ronnie Flex of van Lil Kleine. Of van andere mensen die muziek maken en die gelabeld zijn bij Top Notch. En dat komt omdat er is afgesproken bij mijn netwerk met Top Notch dat ik hun muziek mag gebruiken. Onder andere, net zoals een paar andere YouTubers. En dat is echt super tof. En nu sturen ze me blijkbaar dit op. Nou, thanks. Dat is hartstikke lief. Is het toch iets wat ik niet zelf heb besteld? Hey, komt goed uit. Want dat betekent dat ik mijn bestelling nog krijg. Ja. Nu zijn jullie natuurlijk nieuwsgierig wat het is. En het heeft met muziek te maken. En ik geef ook een hint. Hij heeft een week geleden allemaal videoclips op zijn YouTube kanaal geflikkerd. En hij is weer helemaal terug van weg geweest. Misschien heb ik nu te veel weggegeven. Holy moly! Dit is toch super vet. Ik had het net over hele goede muziek waar ik me vrolijk door voel. En dit is sowieso een van die nummers. Check it out. Again. Again. Oh, ik moet even hier weg, want iemand wil hier parkeren. Dus ik ga ruimte voor hem of haar maken. Doei. Soms vraag ik me echt af, hoe heeft dit ooit in mijn auto gelegen? Of hoe is dit hier terechtgekomen in godsnaam? En dan heb ik het nu bijvoorbeeld over deze vork. Oh, die echt helemaal onder de plaksel zit. Helemaal smerig, allemaal haren. Het is maar goed dat ik hem nu tegenkom, want anders begint het misschien te schimmelen. En zo heb ik soms nog wel dingen dat ik denk,
hoe, weet je wel? Ik bedoel hier, Pokémon kaarten. What the fuck? Nu zit ik hier natuurlijk al meteen weer in mijn knolhol een video te editen. Zorgen dat alles weer helemaal geregeld wordt. En dan kijk ik omhoog en denk ik, was daarboven maar een dakraam. Hoe? Ongelooflijk vet zou dat zijn. En dan zou ik ook superveel daglicht binnenkrijgen. Nu heb ik daar twee ramen, allebei de gordijnen helemaal open. En dit is het enige licht wat binnenkomt, wat best nog wel donker is. En dan denk je van, ja, natuurlijk is het de tijd van het jaar, maar als er iets groter raam was geweest, of gewoon die hele muur één fucking groot raam was al helemaal kikker geweest, of dus een dakraam of zo, dat was echt heel erg kikker geweest. Wie weet, ooit gaat het nog gebeuren. Deze heb ik laatst laten zien in de vlog. Je ziet allemaal pepernoten met een chocoladerand eromheen. En ik ben zo ongelooflijk blij dat D de witte niet eet. Want die witte vind ik zo lekker. En ik had de bovenste laag, had ik al die witte er al tussenuit gevist. En nu is D er even geweest. En die snoepkom die heeft al aardig wat opgegeten weer. En nu is het weer mijn tijd om al die witte nu weer eruit te vissen. Kijk, dan heb ik tenminste als ik wat pak ook meteen al die witte. Dan hoef ik niet helemaal zo met mijn arm erin. Want als je arm er lang in houdt, dan smelt alles. Want het is hier heel erg warm weer door die studiolamp. Omdat ik net weer Minecraft heb opgenomen. Anyways. Altijd fijn als het goed gaat. Oh, die had ik verkeerd gegooid. Hoppakee. Shit. Maar ook al ligt hij op de grond, ik pak hem gewoon weer. En ik eet hem gewoon weer op. Ik heb dat wel vaker gehad. Dan was ik op school. En dan had ik een koekje. En dan liet ik hem vallen. En dan dacht ik, oh shit. Pakte ik hem meteen weer op. Ging ik het eten, zeiden mensen. Oh, dat is echt vies. Sukkel. Wat? Kijk, als hij nou in de stront valt, ja, dan snap ik het. Dan laat je het gewoon liggen. Dan eet je het niet op. Maar, ik bedoel, je gaat er niet dood aan als het op de grond is gevallen. Ik bedoel, dat is toch zonde van het koekje. Zo denk ik dan, hè? Ik weet niet, blijkbaar niet iedereen. Oh man, alsjeblieft. Je hebt van dat soort automobilisten en die houden serieus de hele tijd hun rem in. Omdat ze anders bang zijn dat de planeet in één keer van zo naar zo gaat of zo. Ik bedoel, als de weg een beetje afloopt, dan snap ik het wel. Dan doe je voet op de rem. Maar als de weg gewoon recht is, dan hoef je dat niet te doen. Het is gewoon even een shout-out naar alle mensen die het wel doen. Het hoeft niet. Ik bedoel, het is niet verboden. Dus als jij gewoon mensen wil pesten met fucking fel rood licht in hun ogen, moet je dat vooral doen als jij dat leuk vindt. Ik kan er ook best om lachen als je die intentie hebt. Maar anders, liever niet. Al helemaal niet als het donker is, oké? Mijn ogen. Dank je. En luister gewoon. Oeh, scary. I'm in the wood. I'm in the wood. I'm in the forest. Ik bedoel, wood is hout en forest is bos. Dus I'm in the forest. I'm walking with two dogs. Ik ben aan het wandelen met twee honden. En nu willen jullie natuurlijk weten welke twee honden. Nou, sowieso Bumper. Daar is Bumper. Die gaat er meteen weer vandoor. Oh, en hier heb je een kleine rat. Hier heb je een kleine hotdog. Oh shit, ik sta helemaal in de smurrie hier. Ik moet serieus mijn telefoon als licht gebruiken. Als flashlight, zaklamp. Hey, Mikey. Hallo. En Bumper. Oh, sorry, je was aan het plassen, Bumper. Dat zag ik niet. Jullie zijn aan het genieten, hè, met z'n tweetjes. Bumper en Mike zijn hele goede vrienden. Gelukkig maar. Anders was het wel lastig geweest. Bumper weet al hoe laat het is. Je kreeg wat lekkers. Even kijken. Oh, lekker stikje voor jou. Goed zo. En Mikey ook. Ga zit. Mikey, zit. Goed zo. Kijk hoe die zit, die Mikey. Echt super grappig. Hij zit een beetje schuin. Nee, Bumpy, je hebt al gehad. Vind je dat lekker? Alsjeblieft. Het stokje is bijna langer dan zijn lichaam. Hoe bedoel je overdreven, maar leuke grappen. Haha. Heel erg vaak ben ik hier bij D en ga ik avond eten en heb ik zoiets van, dit is interessant, dat heb ik nog niet eerder gehad. Ben heel erg benieuwd wat het is. Alleen nu heb ik al helemaal zoiets van, what? Ik weet wel wat het is. Ik heb het nog nooit in zo'n hoeveelheid gegeten. Ik heb er één keer heb ik het geproefd, ook in de vlog overigens. Het was in Spanje. En het was een stuk slak. Nou, nu heb ik hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 slakken. En deze ga ik waarschijnlijk allemaal opeten. Want de vorige keer vond ik het best wel lekker. Wat moet je doen? Je hebt hier zo'n soort kleine hooivork. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. En dat ga je dan hier zo in dat slakkenhuis doen. Je moet wel vasthouden met je vork, zeg maar. Oh, dan gaat Dave even helpen. Oh. Oh. Is hij hier te snel af of niet? Wow.
Oké, dit is... Hij is heel heet. En hij, dit, heel eerlijk, het ziet er niet uit van, oeh, lekker hapje. Maar het ruikt wel lekker. Even goed blazen, ik kom net uit de oven. Uit de oven, toch? Ja, uit de oven. Ja, heel heet. Heet. Ik heb een kusje gegeven aan de slak. Oké, ik ga het proberen. And I like it. Oeh. I hope my boyfriend on my... Je moet er niet bij nadenken dat het een slak is. Nee. Het is lekker. Ja, vind je het lekker? Ja, vind je het allemaal lekker? Ja. Het broodje in de olie, vindt het lekker. Lekker. Ja, oh, broodje. Lekker. Kijk, je hebt hier een broodje. Moet je in de olie doen. Fucking lekker. Eet smakelijk. Minuutjes ben ik thuis en ik heb meteen al visite, want ik had iets gezien en toen had ik hem meteen een appje gestuurd van, yo gast, kan ik naar jouw huis komen vanavond of kom je bij mij langs, want ik heb een idee en dat wil ik samen met jou gaan uitwerken. Het is, dames en heren, George. Woehoe. En George, ik zal het gewoon meteen even zeggen, George heeft een eigen prankkanaal, link daarvan staat in de beschrijving. We hebben net namelijk een video van hem gekeken en ik lachte hem helemaal dood, dus daar moest ik in één keer even aan denken. En daarnaast denk ik, ja, in ieder geval voor mij het belangrijkste, daarom ben je hier ook om even het een en ander te bespreken, ja. Is dat ik had een idee, dat wilde ik gaan uitwerken. Wat het precies is, hou ik nog even onder low, oftewel hou ik nog even geheim, houden wij geheim. Wat je eigenlijk even moet vertellen, als Enzo met iets zit of een super tof idee heeft, gaat hij er meteen werk van maken. Dat is echt zo, dat is altijd met jou, echt waar. Dat is een soort dingetje van mij, denk ja. ik. Dat vind ik toch wel echt gaaf. Het kan heel positief zijn. Ja, dat zeker. Ja. George heeft eerder wat voor me gedaan. Oftewel, we hebben eerder een samenwerking gehad. En dat was echt zo goed uitgepakt. We hebben net gekeken. Hij staat op iets meer dan 500.000 views. Nou, yes. Dat is in mijn ogen echt super veel. En een super groot succes. En ik zal heel even een stukje daarvan laten zien. We hadden toen het idee van, we willen een filmpje maken met de titel, wie is Enzo Knol? En maakt niet uit wie, of je nou 6 jaar bent, of 30 jaar, of 80 jaar. Als je die video kijkt, weet je wie ik ben, waarom ik filmpjes maak, wat ik doe, etc. Hey dames en heren, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Enzo Knol, maar dat weten de meesten misschien al. Alleen in deze video gaan we iets verder dan alleen mijn naam. Het is allemaal begonnen met mijn allereerste vlog. Tjee mensen! Toen deze video goed werd ontvangen, ben ik meteen gaan werken aan nog een video. Alleen was dit geen vlog, maar een gamevideo. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe serie. Het is Minecraft Survival. Oh mijn god, Enzo Knol gaat weer Minecraft spelen. Deze video's waren een enorm succes. Alleen wilde ik mijn kijkers graag duidelijkheid geven. Dus kwam ik met een schema. Elke dag 2 video's. Om 4 uur een vlog en om 7 uur een gamevideo. Dat sloeg enorm goed aan, maar ik ging een stapje verder. Soms upload ik namelijk om 5 uur een extra video. Dit kan verschillen uit fanmail, challenge, prank, gamevideo of een compilatie van de leukste vlogmomenten. Ik ben altijd erg druk bezig geweest met het maken van video's, maar wie zijn nou eigenlijk mijn kijkers? Daar kwam ik achter na een heftige fanmeeting. Er waren duizenden kijkers, zowel jong als oud. Het raakt mij enorm om te zien hoeveel mensen mijn video's kijken. Het is net alsof de Beatles te zijn of doe maar, dit zijn de nieuwe helden, de helden van deze tijd. In 2 jaar tijd ben ik van 0 naar 650.000 abonnees gegaan en van 0 weergave naar 275 miljoen. Naast dat de video's heel erg veel worden bekeken, ben ik erachter gekomen dat veel mensen door mij geïnspireerd raken. Dat kan je wel zien aan deze bijzonder mooie reacties. Vloggen is het populairst op mijn kanaal. Maar wat is het nou precies? Elke dag een video maken van mijn dagelijkse routine. Alleen doe ik het op een hele grappige en gekke manier. Dat betekent dus letterlijk van 's ochtends tot 's avonds alles vastleggen. Mijn familie komt vaak genoeg in mijn vlogs voor, maar ook vrienden, kijkers en zelfs de koning. Dit alles heeft mijn hele leven totaal veranderd. YouTube is voor mij niet meer de plek om alleen muziek te luisteren. Het is mijn leven geworden. De interactie met kijkers, de humor in alle filmpjes.
als je ziet wat niet ik, maar wij samen bereikt hebben. Dat is een hele prestatie. Daar mag iedereen trots op zijn en ik zal er keihard voor werken om jullie elke dag te vermaken. Moet je even scheren, je moet even er gewoon netjes aangekleed zijn. Dus laten we dat maar eventjes gaan doen, dames en heren, lachen en... Zo! Maar hoe kan ik dit nou toch elke dag weer volhouden? Dat, lieve mensen, komt door knolpower. Zoals de meeste mensen weten, werd ik vroeger gepest door mijn achternaam Knol. Knolpower is ontstaan door mijn kijkers en het staat voor positiviteit en kracht. Hashtag Knolpower is honderden keren trending topic geweest op Twitter en wordt dagelijks gebruikt door tienduizenden kijkers. Het is zelfs zo groot dat Knolpower een kledinglijn is geworden. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar al mijn video's. En heel erg tof dat jullie altijd weer mee willen gaan op avontuur. Die video is dus enorm goed ontvangen. En nu hebben we iets anders. En ik hoop heel erg dat het ook weer goed ontvangen wordt. Josh zei dat hij er een goed gevoel bij heeft. Dus dat is altijd fijn om te horen dat niet alleen ik dat heb, maar ook de anderen. De anderen waarmee je dan werkt in dit geval. Dus we gaan er werk van maken. En wie weet komt het alweer online. Maar we houden jullie natuurlijk even op de hoogte. Ik denk dat ze het echt heel tof gaan vinden. Ik denk dat ze dit echt heel erg gaan waarderen dat je het ook doet dan. Ik hoop het. Ja, want je gaat ze iets leren. Ja, ik ga jullie iets leren. Tenminste, dat is de bedoeling. En dan nu, het leukste van de dag. Dames en heren, ik stel jullie voor aan mijn... Was! Yay! De was opvouwen en ophangen. Ik heb er zin in. Opgevouwen en opgehangen. Uiteindelijk is het gewoon allemaal binnen 10 minuten, misschien... Klein kwartiertje. Gelukt. Alleen je hebt er gewoon geen zin in op het begin. Alleen, ik weet gewoon, als ik het niet ga doen, dan sta ik morgen onder de douche en dan heb ik zoiets van... Oh, ik kan me niet afdrogen. Ik heb geen handdoek. En nu wel. En heel veel ook. The lights are going out. Want, dames en heren, ik ga naar dateje toe en dan ga ik heerlijk slapen. Vandaag was een hele leuke dag. Hopelijk hebben jullie er allemaal van genoten. Vergeet dan niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik natuurlijk, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol Power.